Yo Melfam en welkom terug bij een nieuwe Discord donderdag. Waar ik nog steeds een titelsong voor moet krijgen, zodat het wat leuker is. Dus heb jij een titelsong? Stuur hem naar me toe via mijn Discord kanaal. Het is je host met de most, altijd Melvin op je beeldscherm. En vandaag is het inderdaad weer een heerlijke dag om te gaan reageren op video's die jullie naar mij hebben toegestuurd. Het zonnetje schijnt buiten en we gaan gewoon kijken wat voor hoogstaande kwaliteiten we vandaag weer hebben mogen ontvangen. Wat een kutserie ook. Oké. Echt waar? We beginnen hiermee, serieus. Weet je hoe kut dit is? Om als allereerste video te hebben. En het erg is ook nog dat ik hem al kende. Ja, oké. Nou, hopelijk wordt het beter dan dit. Een dag op de berg. Look at all these kids. Having fun out on the mountain. Oh. Wat? Wat is dat? Ook echt gewoon dat die video 5 seconden duurt. En dan dit laat zien. Wat de heck? Moet wel zeggen dat deze video beter is dan de vorige. Wow, what the fuck? Oh nee, dat is weer zo'n video. Oh nee. Hello, I am the tattoo artist. Wat? Wat is dit? Wat? No regrets, no regrets. What tattoo would you like? Whoa. What? That one! What the heck? Excellent choice. Volgens mij is dit dus zo'n hele achtelijke edit. Net zoals die een over botox en zo. Dat het gaat over tattoos nemen en dat je erover moet nadenken of zo. Blah. Wat? Wat de heck? Wat gebeurt hier? The tattoo has been completed. Damn. No regrets. What the? Sorry, I was eating a Milky Way. What the heck? Oké, dit is dan weer echt heel achterlijk. Het was tot dan dit stuk echt best wel creepy. En dan opeens heb je de tattoo-artiest vliegend in de rond met fucking Milky Way's uit de mond. Echt. Yes! We hebben hem! We hebben het pareltje van vandaag mogen ontvangen! Oh mijn god! Kut! Solo Man en Pseudocrab! Dit is echt een Nederlandse topvideo. En waarschijnlijk kennen jullie hem, maar we gaan er toch even een stukje van bekijken. Heb jij rommel gemaakt? Deze. Ja! Mag dat dan? Ja! Nee, toch? Dat is toch stout? Ja! Ja! En waar heb je het nou allemaal gemaakt? Gesmeerd? Laat eens kijken. Oh, ik zie het al. Ja. Op de stoel ook. Ja. Nou, laat eens zien dan. Waar heb jij het gedaan? Dit is zo'n mooie video. Daar zie ik het. En hier. Ja. Ja. Waar heb ik ja, let gezien? Op. Jezus Christus. Solomon. Dit is zo... Papa. Ja, maar wat moeten we nou hiermee, Solomon? Het allermooiste vind ik hoe nuchter hij blijft en hoe rustig hij reageert. Echt respect voor hem als vader als je zo zit van...
Oh god, Solomon. Gewoon in zichzelf vloekt. En het gewoon lekker aan zich voorbij laat gaan. En gewoon kijkt hoe Solomon reageert. Papa, en hier. Ja, ik zie het overal zitten op de vissen. Oh nee. Oh nee, en daar, op de apparaten. Blijf er maar vanaf nu. Oh my god. En wat moeten we nou gaan doen? En is het ook nog eens pseudo-creme? Ja. Krijgen we dat er helemaal niet meer makkelijk vanaf? Het is zo'n goede reactie, echt waar. Het is zo'n fijne reactie van die vader. We gaan maar opruimen, hè? Ja. Ja, doe maar niet meer eraan komen. Nee, doe maar niet. Hoeft niet meer. Nee. Ook gewoon dit. Dat hij beseft van, oh shit, ik heb fout gedaan. Nee. Gaan we wel even douchen? Nee. Ja, want die heb ik, kijk eens naar je hand. Oh, ja. Kom, dat mee. Besef. Oké. Okay. En dan ook super vrolijk meegaat. Ja, echt. Dat verdient gewoon een lintje, hoor. De reactie van die vader verdient gewoon echt een lintje. Jezus Christus, Solomon. What the heck? Oh, fucker de faal. Specerijen. Oké. Wat? Dat wordt weer een kostelijke maaltijd. Zeg makker. Kokosnoten zijn geen specerijen. Oh, kut. Gekoloniseerd! Laat weg, wat is dit? What the fuck is dit? Even zin. Ook gewoon zo van kokosnoten zijn geen specerijen. Dit was echt te random. Even serieus. De droogste video ooit. Nou, ik ben heel benieuwd hoe droog dit kan zijn. Jongeren. Jongeren? Hangjongeren. Oh god. Ham. Boterham. Jas. Badjas. Pan. Dakpan. Burger. Hamburger. Bewoner. Holbewoner. Kind. Buitenkind. En dan in het Engels laat hij op het scherm komen. Thanks for watching. Terwijl de hele video in het Nederlands is. Doet. Ik heb geen. En voordat je het weet, hebben we opeens een fucking fan-edit. Altered Melvin's kerstspecial Badly Animated. What the heck? Ik ben heel benieuwd. Song Hotline Bling special Altered Melvin. Ja joh. Ik wens jou een fijne kerst toe. Oh mijn god, wat? En een gelukkig. Die bril ook! Ja, ik wens jou een fijne kerst toe. En een gelukkig nieuwjaar. Want als je naar. Dit nummer is zo cringy. Als je naar de kerstboom kijkt. Oh mijn god. Dan wordt iedereen toch blij. Ah, ik vond hem wel grappig. Hij was leuk, hij was kort. Hij was badly animated, dat staat in de titel. Maar alsnog, liefde aan jou, dankjewel voor het maken. Dit was gewoon grappig om te zien, ja. En ook bedankt dat je me laat herinneren aan die vreselijke parodie van mij. Ik wens jou een fijne kerst. Adolf Hitler, voor idioten. Nu ben ik heel benieuwd wat dit gaat zijn. Adolf Hitler is een hele stoute man die 6 miljoen jodenkoeken heeft opgegeten. Degene die een kogel door zijn bolle Duitse kop schiet krijgt 10.000 braadworsten.
10.000 Bratwürsten, jetzt geht los. Ik ben Willem de Zwijger, dat is weliswaar een geuzennaam. Fok je met me volk, breek ik binnen door je keukenraam en neuk ik je moeder, snuif poeder, neem haar op vakantie. Wat? Dit zijn echt fucking goede video's. Ja, dat Nederland zelf zulke video's heeft, dat vind ik echt leuk. En we hebben weer iemand die bij Discord donderdag zijn eigen content promoot. Ditmaal is het Just Wesley met Way Up Prot. Kees en 17 hele weergaven. Ik ben heel benieuwd. Oh yeah. Voelen jullie hem ook al? Ik heb geen idee. Wat de heck? Hij zingt niet eens. What the fuck? Ga ik nog zingen of rappen, hoe je het ook maar noemt? Oh, hier. Hier komt hij. Of niet? Ja. Yeah! Ik heb echt geen idee. Klinkt leuk. Ik heb voor de rest geen verstand van dit soort muziek. En ik hou er ook niet van. Dus ja, dat was het. Dit was een vaag einde. In ieder geval, dit is het einde van Discord Donderdag. Heb je genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik op dat belletje. Abonneer. En klik hiernaast op wat anders. En als je dat niet doet, moet je er even voor zeker zijn dat je like hebt gedrukt. En als je dat hebt gedaan en je klikt alsnog niet op wat anders, fuck jou.